Yo mensen, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn en vandaag heb ik weer lekker stage. Het is de eerste dag. Ik had gisteren weekend en vandaag is weer de eerste dag in de week. Ik had letterlijk alleen gisteren weekend, want ik had de dag ingeruild. Maar na elke vlog dit te vertellen, weten jullie denk ik ook wel. Ik heb hier zo mijn schoenen staan en die ga ik lekker aandoen. Want ja, trouwens ik ga ik andere schoenen aandoen, want deze doe ik heel vaak aan nu. Ik ga nu lekker naar stage toe. Althans, ik weet niet eens of ik naar stage moet. Ik had het gevraagd, alleen ik heb nog geen reactie. Dus dat is jammer, maar ja, dat kan je niet van veranderen. Dat is gewoon wat het is. Maar ik verwacht dat ik naar stage moet. Alleen, ja, het zou wel fijn zijn als ik antwoord kreeg. Maar dat maakt niet uit. Ik ga zo meteen lekker weg. Ik heb even een nieuwe serie gedownload. Dat is eentje die ik al heb gekeken. Maar even leuk om te kijken, weer terug te kijken. Het was een leuke serie. Outer Banks. Kennen jullie misschien wel? Ik vond het in ieder geval echt een topserie. Ik ga nu gewoon even lekker de schoenen aandoen. En daarna ga ik lekker weg naar de auto. Want mijn moeder gaat me wegbrengen. Dus dat is heel erg aardig. En daarna ga ik lekker stage lopen. Voor de rest gaat mijn dag niet heel speciaal zijn. Want dit is gewoon letterlijk alleen de dag wat ik... Dit is alles wat ik kan doen in de dag. Dus ik heb voor de rest echt bijna geen tijd. Ik ben waarschijnlijk pas... Het is nu... Ik ben 7:30 wakker geworden. Het is nu 7:50. En ik ben waarschijnlijk pas weer over 12:00 terug. Hoogstwaarschijnlijk. Dus misschien zelfs later. Dus ik ga gewoon kijken hoe lang ik op stage ben. Ik hoop gewoon dat ik een beetje redelijk op tijd thuis ben. Dat zou fijn zijn in ieder geval. Maar ja. Dat gaan we zien. Ik ga nu gewoon even lekker mijn schoenen aandoen. En dan ga ik naar de trein toe om lekker naar stage te gaan. Mensen, ik ben op kantoor. Ik heb even een trui aan gedaan, want het was toch wel een beetje koud. Ik had hem meegenomen, maar uiteindelijk heb ik besloten om kantoor gewoon aan te doen, want het was aardig koud. En nu ben ik gewoon lekker bezig met een video bewerken. Ja, ik kan er niet heel veel van laten zien, want ik weet niet of dat mag. Maar ik ben nu lekker alleen op kantoor, zoals je hier kan zien. En het gaat er nu toch heel erg goed. Ik ben nu bijna, ik ben denk ik al op de helft van de video. Ik moet alleen nog extra beelden toevoegen en daarna moet ik de kleur nog toevoegen, want de kleur is al goed zoals je hier kan zien. Kijk, hier kan je wel de kleur zien, maar de kleur moet nog beter gemaakt worden met contrast en dat soort dingen. Maar dat moet ik nog aan het einde doen, dat ga ik allemaal aan het einde doen als alles goed is. Voor nu ben ik al ja, best wel ver denk ik. Het gaat best wel goed. Het gaat een stuk sneller puur omdat ik heb het zelf gefilmd, dus daarom gaat het gewoon een stuk sneller en kan ik het een stuk makkelijker bewerken. En op zich moet ik eerlijk zeggen, het zijn best wel wat beelden. Het zijn toch echt zo'n 120 beelden die ik moet bewerken. Of moet doorkijken. En dus, ik kan niet zo'n preview zien. In ieder geval maakt niet uit. Jullie hoeven de details niet te weten. Het gaat puur om wat ik doe. En ja, jullie zullen het misschien ook niet helemaal interessant vinden. Maar dit is wat ik doe op stage. In ieder geval gaat het best wel goed. Het gaat ik zou nog 3 uur moeten werken. Ik weet niet of dat later gaat worden, maar ik hoop het niet. Want ik kan gewoon dan lekker naar huis. Ik ben best wel moe. En dan morgen heb ik vrij. Dus dat zou heel lekker moeten zijn. Ik heb heel veel zin in de training morgen. Morgen ga ik ook gewoon lekker na avond trainen. Zeg maar trainen na trainen. Gewoon krachttraining, zeg maar. Zodat het gewoon even lekker gaat zijn voor de zomer en voor de wedstrijd zaterdag. Want een belangrijke wedstrijd. Jullie weten nu wel. Hele belangrijke wedstrijd. We moeten winnen met 5 punten. Maar dat komt allemaal wel. We gaan gewoon ons best doen. Meer kan niet. En we gaan het zien. In ieder geval gaan we nu gewoon lekker verder met stage. Dus ik ga verder met stage. En zie ik jullie denk ik thuis weer. Want ik denk niet dat ik nog heel veel andere dingen ga doen op stage vandaag. Nou mensen, ik ben thuis en ik heb hier zo toch even een partijtje qua eten, jongen. Holy moly. Kijk, goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Boah, wat een bord deze. Wat een bord. Hier zo, lekkere 2 hamburgers. Gemaakt in spek. Hier zo heb je broodje shawarma met knoflooksaus. En hier zo, dikke vette patat met ketchup natuurlijk. Ik ga hier in ieder geval zeker van genieten. Ik heb hier zoveel trek. Dus ik heb 1 broodje in de trein gegeten, want ik wilde een klein beetje zeg maar, de honger niet houden, zeg maar. Maar uiteindelijk is het toch wel, heb ik gewoon 1 broodje gegeten. Echt maar eentje, zodat ik dit helemaal op kan eten, want ik had echt veel trek. Nog steeds heel veel trek. Dus ik ga lekker genieten van deze patat. Ik ga mijn video editen. En dat gaat helemaal goed komen. Jullie gaan hem, jullie hebben hem al gezien als het goed is. Vergeet niet te... kijken, als je hem nog niet hebt gezien. Volgens mij was mijn zusje kampioen geworden in die wedstrijd. Dus dat is een hele leuke vlog. En nu ga ik gewoon lekker editen. En gaat hij online komen. Nou mensen, ik ben weer vergeten een auto op te nemen. Ik weet niet hoe ik hem heb vergeten, maar... ik heb oprecht geen idee, geen redeneringen voor. In ieder geval was dit wel het einde van de vlog. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Laat een blauw duimpje omhoog achter als jullie meer willen zien. En abonneer hier beneden op mijn kanaal. En dat support mij gewoon heel erg. Ik zou dat heel erg waarderen. Hoeft niet per se, maar ik zou het wel waarderen. In ieder geval, hopelijk hebben jullie kunnen genieten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video mensen. Ciao.